God schiep de mens. Het thema is autoriteit en macht van de mens. En we hebben vorige week een inleiding gemaakt waarop we hebben gezien hoe de autoriteit van God, en die God ook gedelegeerd heeft, tot daar een beetje gemess up is. Dat is een beetje in de war gegaan. Kijk, wat de volgende dia is zoals het was. God, alles schiep hij. De engel heeft hij gemaakt. En ook de duivel heeft hij gemaakt. Een engel die gevallen is. Maar op een gegeven moment, Lucifer, er wordt wel gezegd dat hij de engel was van de aanbidding. We weten dat niet precies, want er zijn een aantal dingen die natuurlijk onbekend zijn, maar die we wel uit teksten kunnen halen. Maar het is ook niet zo belangrijk, maar we weten wel dat alles heeft God goed gemaakt. Alles wat God gemaakt heeft, is goed. Alleen, er kwam een opstand in de hemel en een van de schepselen die stond op tegen zijn schepper. Dat is niet wijs om te doen. Er staat, als je in je hart hoogmoed hebt, dan lijkt het net alsof je beter bent dan ieder ander. Dat is eigenlijk de wortel van alle kwaad. Hoogmoed is zoiets van, ik ben beter, weet je, en je kijkt op anderen neer. Terwijl als je je plaats inneemt, dan kom je volledig tot ontplooiing zoals God het bedoeld heeft. En God heeft gezegd, je komt alleen maar tot ontplooiing wanneer je mij erkent als Heer. Dan kom je tot je doel. Nou, toen de volgende, daar is Satan, er was onrecht in zijn hart bevonden en toen is hij uit de hemel gegooid. Want het is onmogelijk dat er onrecht in het aanwezigheid van God bestaat. Dus toen er eenmaal onrecht in zijn hart heeft bevonden, toen was daar scheiding gekomen tussen God en Satan. Volgende even. God schiep toen een ander de aarde en er staat dat de aarde, dat hij die aan de mens gaf. God zegt, heers over de aarde en over al wat leeft, daarover mag je heersen. Ik heb de autoriteit van de aarde aan jou gegeven. Satan had een bepaalde autoriteit in de hemel en hij had een bepaalde macht. Nou, de autoriteit verloor hij toen hij tegen God inging, dus hij had geen rechtmatige grond meer om in de hemel te zijn, om bij God te zijn. Want hij was in opstand gekomen. Dat betekent dat hij op de aarde was geworpen met een derde van de engelen, staat er in de Bijbel. Dat kun je daaruit opmaken. Een gedeelte nam hij mee. Toen zei God, ik geef jou, de mens, autoriteit. Hij schiep de hemel, de aarde. Ik geef jou autoriteit op de aarde. Nou, de volgende. Satan kwam om Adam en Eva te verleiden. Zodra je helemaal naar God toe gaat, als je God gehoorzaamt, dan ben je ook onder zijn gezag en autoriteit. Hè, als je ergens in dienst gaat, in een bedrijf, dan heb je bepaalde regels en je hebt een bepaalde plaats. En zodra je daaraan wil voldoen, pas je prima in het bedrijf. Maar zodra je je eigen ding wil doen in het bedrijf en nergens rekening mee houdt, ja, dan denk ik dat je binnenkort een keer ontslagen wordt. Omdat je namelijk wel moet conformeren aan daar waar je voor getekend hebt. Nou, toen Satan wilde de autoriteit die de mens had over de aarde afnemen. En dat is hem ook gelukt. Kijk even naar de volgende. In het begin was de mens beschermd, maar Satan had een invloed in de mens. En dan mag even naar de volgende gaan weer. En doordat hij de mens verleidde, ging de mens de duivel gehoorzamen. En dat betekent ineens dat de duivel jouw meester wordt. Nou was het niet zo dat de mens direct als de duivel werd. Totaal niet. Want de mens had een eigen geest en een eigen beslissing. Dus de duivel moest zorgen dat die mens, elk mens weer apart, voor hem zou kiezen. Maar door de zonde had hij uiteindelijk wel de eindbestemming, was van de mens de eeuwige dood. Ik ga even naar de volgende toe. De duisternis wilde dus de mens innemen. En mag ik nu even naar de volgende, die heb ik vorige keer laten zien. En wat betekent dat? Dat betekent dat er in het lichaam vonden er allerlei dingen plaats toen de zondeval plaatsvond. Er kwam schaamte, er kwam schuld. Er kwam, het beeld van de mens was vertroebeld. En God kwam eigenlijk buiten te staan. Want er staat dat de mens uiteindelijk de zonde kwam in de mens en uiteindelijk zou daarvoor de eeuwige dood, eeuwige scheiding van God, was het gevolg geweest van deze zonde. En dat is wat in de geest plaatsvond direct.
direct vond de eeuwige scheiding met God al plaats, want de mens was zonder God, had aan de Satan ging te gehoorzamen. Nu was zijn lichaam en zijn ziel was niet direct dood. Maar er staat in de Bijbel dat zodra je van die vrucht van de boom eet, van de kennis van goed en kwaad, op die dag zul je sterven. Dus op dat moment stierf de mens geestelijk, maar niet lichamelijk. Want Adam en Eva werden nog 900 jaar oud, meer dan 900 jaar oud. He, dus, maar de bestemming van die geest van de mens werd ineens vanuit met God leven bij de duivel. Hij leefde geestelijk gezien in het rijk van de duisternis. De bestemming van de mens was de eeuwige dood. Nu kwam Jezus naar deze aarde en Jezus veranderde de bestemming van de mens totaal. Maar de mens moet wel weer kiezen om de autoriteit terug te nemen door het offer van Jezus. Doordat je Jezus aanneemt in je leven, even naar de volgende toe. Nou, de duisternis uiteindelijk, wat het eeuwig oordeel is een eeuwige scheiding tussen alles wat van God is en wat van Satan is. Daar zal de hel is voor de duivel gemaakt, staat er in de Bijbel. Dus dat is wat de duivel wil. Zoveel mogelijk mensen meenemen. Wat God wil, even kijken naar, dat is tot er een eeuwige scheiding plaatsvindt, maar dat alle mensen bij hem zijn. Daarvoor is Jezus gekomen. Tot alle mensen en tot er voor altijd straks. Want sommige mensen zeggen bijvoorbeeld wel eens, waarom doet God niks aan het kwaad? Misschien mag je de volgende even laten zien. Laat ik even zeggen. Waarom doet God niks aan het kwaad? Als God nu iets aan het kwaad zou doen, en dat bedoel ik, hij wil natuurlijk wat aan het kwaad doen, maar stel je voor dat God nu zou zeggen, ik ga scheiding maken tussen al wat duister is en al wat licht is. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Wat betekent dat? Het einde van de wereld. Dat betekent het eindoordeel. Dat betekent dat nu op dit moment het eindoordeel gaat plaatsvinden. Als God verlangt uit zijn rechtvaardigheid, verlangt hij om een scheiding te maken tussen licht en duisternis voor altijd. Dat is zijn rechtvaardigheid. Maar zijn liefde houdt het oordeel nog, schuift het vooruit. Waarom? En sommige mensen zeggen wel eens, waarom doet God niks aan het kwaad? Welke kant sta jij als God nu het kwaad zou moeten scheiden voor eeuwig van de duisternis? Aan welke kant sta jij? Want dat is namelijk het eindoordeel. God kan met één vinger kan die alles, het goed en het kwaad, voor eeuwig scheiden. Maar dat is het eindoordeel. Dat is het eindoordeel. Dan zal het voor altijd zijn dat we bij God zullen zijn. In de hemel is er geen dood. In de hemel is er geen verdriet. In de hemel is er geen schaamte. In de hemel is er geen schuld. In de hemel is er geen pijn, is er geen ziekte. In de hemel is er geen zonde. Daar gaan we wel naartoe, maar het is genade van God dat hij het nu nog niet doet. Want nu is er nog een tijd om te kiezen. Maar straks is er geen tijd meer om te kiezen. En dat is Gods oordeel ligt over elke zonde op dit moment. Het enige waardoor het weggenomen wordt, is door Jezus. Dat is de enige manier waardoor schuld weggenomen wordt. En dat is het goede nieuws. Mag je even verder gaan? Nog een dia verder. Nog eentje. Kijk, het goede nieuws is, zodra Jezus is voor de zonde van de hele mensheid gestorven. En zodra iemand kiest voor God, gebeurt er iets op de eerste plaats in het allerbelangrijkste deel van de mens, de geest. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ik heb ze even apart hier genomen, maar eigenlijk moet je allemaal in één stoppen. Want het is natuurlijk zo, je gevoelens en je lichaam en je geest hebben allemaal met elkaar te maken, zijn bewust. Maar ik wil een aantal dingen duidelijk maken, daarom heb ik ze even apart genomen, want de Bijbel laat duidelijk zien dat we een lichaam hebben. Nou, zo zitten we hier allemaal, dat is het makkelijkste om te zien. Je ziel is je verstand, je emoties, je wil, een stukje van je persoonlijkheid en je geest is wie je echt bent. Je identiteit, intuïtie, geweten, bewust van God. Dat was ook het eerste wat volkomen gescheiden werd van God. Maar het is ook het eerste wat volledig hersteld wordt als je Jezus aanneemt. Dan ben je al volmaakt in Christus. En alles wat er in de Bijbel wordt gesproken, wie je bent in Christus zijn we vergeven. In Christus zijn we kinderen van God. In Christus hebben we
de volheid verkregen. Dat vindt allemaal plaats in je geest. Dat is allemaal in de geest van de mens. Dus als, vanochtend zei John nog, wie je bent in Christus, dat is jouw positie. Maar wat is nou zo verwarrend en soms zo lastig, is dat die ziel en die lichaam niet direct meewerken. Hè, die zitten soms nog tegen, die zitten soms nog vast aan de patronen die je uit het verleden hebt gekregen. Bijvoorbeeld, je kunt nog steeds denken, God heeft jou bijzonder mooi gemaakt. Hij heeft gezegd, omdat je in mij gelooft, ben je één geest geworden met mij. Ik hou van je zoals ik van Jezus houd, want ik zie jou in Christus. Jij bent mijn geliefde kind, maar je verstand zegt nog, ik heb het helemaal verprutst. Weet je, ik heb dit en dat gedaan. Ik heb het helemaal verprutst. Weet je, ik voel me zo schuldig. Dus die gevoelens, die zijn lang niet altijd overeenstemming met wie je bent in Christus. Nou, wat zegt nou Galaten? Zegt, wandel door de geest. Wandel niet naar het vlees. Nou, het vlees is niet zozeer het lichaam. En je ziel, maar het is een samen, vaak laat dat de Bijbel zien dat het allebei is. Je vlees, daar wordt vaak mee bedoeld, lichaam en ziel. Voldoen niet aan het begeren van je vlees, staat er dan. Maar wandel door de geest. Dus er is een mogelijkheid om te gaan leren wandelen vanuit je relatie met God. Je geestelijke nieuwe relatie met God. En die beïnvloedt jouw ziel en die beïnvloedt jouw lichaam. En zo heeft God het bedoeld. God heeft bedoeld, hij zegt van, als je voor mij kiest, dan staat er een scheiding, hè, die mooie gouden lijn, dan zeg je van, dit gedeelte is al volmaakt. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Als je naar je ziel kijkt of naar je lichaam kijkt, dan denk je van, is helemaal nog niet zo. Maar dat is... Eerste deel hebben we al gekregen, het eerste deel. De volmaaktheid in Christus. Dat we volledig één geest met God kunnen zijn. Dat hebben we al verkregen. Wauw. Dus de eeuwige bestemming is veranderd van in het rijk van de duisternis veroordeeld, de eeuwige dood, naar het eeuwige leven voor altijd met God. Één geest met hem, volmaakt in Christus, vergeven, volkomen aanvaard, kind van God, verzegeld met de Heilige Geest. Dat is onze positie in Christus. En wat wil God nou? God wil dat ons hele persoonlijkheid beïnvloedt en ons hele verstand, dat ons verstand overeenkomstig gaat denken zoals we zijn in Christus, dat we overeenkomstig gaan voelen. Vandaar dat David ook vaak zegt, loof de Heer in mijn ziel, je hebt er geen zin in, maar je moet wel. Waarom? Omdat het zo waar is. Het is waar. Het is waar. Het is waar dat God de allergrootste is, de allerhoogste is. Dus wij kunnen spreken tegen de dingen die niet zijn. Deze twee delen namelijk, en ik wil eigenlijk gaan naar Romeinen 6, omdat in elk gedeelte van de Bijbel zie je vaak deze twee gedeeltes terugkomen. En we gaan even naar Romeinen 6 lezen, maar ik zou je willen uitdagen om de Bijbel te gaan lezen naar aanleiding van... wie je bent in Christus. En dan zie je elke keer deze dingen tegenkomen. Ik ga even naar Galaten toe, een tekst ervoor. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is je oude mens, je geestelijke mens die dood moest zijn. Ik ben met Christus. Ik heb dus in Christus al de doodstraf gekregen. Mijn geest is al gestorven. Maar ook weer opgestaan. Want... Christus leeft in mij. En voor kijk, dus Christus leeft in mij. Samen met Christus ben ik opgewekt en leef ik nu met hem. Halleluja. Maar ik leef ook nog in het vlees. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus mijn lichaam en mijn ziel, leef ik door het geloof. Dus hier moet ik door het geloof leven vanuit mijn ziel en vanuit mijn lichaam. Want die zijn nog niet helemaal vernieuwd. Als God straks scheiding brengt en het eindoordeel is, dan is het één slag, is ook mijn ziel volmaakt en mijn lichaam volmaakt. We krijgen een ander lichaam. Aan het lichaam, Jezus is als eerste uit de doden, als mens uit eerste opgestaan uit de dood. En toen hij opstond uit de dood, ontving hij een verheerlijk lichaam. En hij is de eerste geweest die dat verheerlijkte lichaam heeft ontvangen.
Wij zullen allemaal eenzelfde lichaam krijgen, wat gelijk is aan het verheerlijkte lichaam van toen Jezus uit de doden opstond. Dat lichaam zal ons deel zijn en dat krijgen wij in één keer wanneer de Heer Jezus terugkomt. Eén keer krijgen we dat. Eén keer is dat volmaakt. Maar hier moeten wij forceren ons lichaam ook en uitspreken en autoriteit nemen, omdat het aangevallen kan worden door de duisternis. De duisternis heeft geen enkele invloed op jouw geest. Jouw duisternis heeft geen enkele invloed op wie jij bent in Christus. Hij kan nooit tussen jou en Christus gaan staan. Want jij bent geestelijk één met hem. Dat kan niet. Jij bent het bezit van Christus geworden. Dus je kunt nooit, kan daar, maar hij kan wel een bezit nemen van een gedeelte van jouw ziel. Of van jouw lichaam. Weet je, als je het toelaat. Hij kan wel jou door leugens vasthouden in dingen. En dat kan heel diep gaan. Dat kan helemaal diep gaan, dat je geest helemaal zelfs verstroebeld is. Dat je daar heel, kijk, maar dat is een werken van ons, meewerken met hem. En dan gaan we even naar Romeinen toe. En Romeinen 6, daar staat van, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Eerst heeft Paulus een heel stuk gesproken over het verschil tussen vlees en geest. Over de wet heeft hij het. Maar dan zegt hij, het lijkt wel alsof als we vergeven zijn, dan maakt toch niks meer uit wat we doen met onze ziel en ons lichaam, want we zijn toch vergeven. We leven in de genade en we zijn toch al van Christus. En dan zegt hij eigenlijk, volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn doop gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus wij zijn met Christus opgewekt. Kijk, hier heeft hij het over onze geestelijke positie. Wij zijn met Christus opgewekt en hebben een plaats gekregen in Christus in de hemelse gewesten. Dat is onze geestelijke positie. Ik mag even het plaatje weer laten zien. Dat is dus, rechts vindt het allemaal plaats als we tot geloof komen. En heel vaak heeft dat ook een hele grote invloed op onze ziel en ons lichaam. Er zijn mensen die in één keer bevrijd worden van drugsverslaving bijvoorbeeld, als ze tot geloof komen. Sommigen moeten daarvoor vechten, om daar doorheen te komen. Er zijn mensen die in één keer lichamelijk genezen worden, als ze allerlei dingen, als ze tot geloof komen. Want jouw geest heeft een enorme invloed en God kan soms heel veel dingen tegelijk doen in je leven. Maar soms zijn mensen ook dat het een proces is om te veranderen. Weet je, vaak in gedachtenpatronen of gevoelens. Er kan een heel groot proces zijn om te veranderen. Maar het maakt niks uit. He, als het proces is er altijd. Voor de een gaat het. We weten niet hoe dat precies, waarom dat bij een soms heel snel kan gaan en bij de ander niet. Maar we weten wel dat je het wel kunt tegenhouden. Want het is namelijk een samenwerking met God, dit. En je kunt je leven aan God geven en een aantal dingen in je leven gewoon vasthouden. Dat kan. In je zielenleven kun je bepaalde dingen vasthouden. Je kunt zeggen, Heer, ik wil voor u leven. Ik geloof in u. Maar dit gebied, daar hou ik voor mezelf. Nou, dan zal dat jouw struikelblok worden. Waarschijnlijk, waardoor je heel veel moeite in je leven krijgt. Want je hebt niet een overgegeven leven aan God toe. We moeten namelijk streven naar heiliging, waardoor we God meer en meer gaan zien. Nou, er staat dan hier, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, vers 4, opdat even als Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als we één met hem, één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat zijn we geestelijk. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtersvrij van zonde. Allemaal over onze geestelijke positie. Als we gestorven zijn, zijn we rechtersvrij van zonde. Er is geen schuld meer, geen veroordeling meer. In het natuurlijke vergelijk ik het altijd met iemand die de doodstraf heeft gekregen. De doodstraf heeft hij gekregen, is voltrokken en nou gaan mensen allemaal nog zeggen van,
Hij is schuldig. Hij heeft straf verdiend. Hoe kun je nou iemand nog een andere straf geven dan de doodstraf? Vraag me eens af, wat kun je nou nog anders krijgen dan de doodstraf? Wat valt er nog aan zo'n persoon te beschuldigen en te veroordelen? Het heeft totaal geen zin meer. Die persoon merkt er niks van, voelt er niks van, heeft er totaal niks meer aan. En wij zijn met Christus opgestaan. En altijd als de duivel ons beschuldigt, kunnen we zeggen, hey, ik ben gedoopt. Hey, ik ben kopje onder gegaan met Christus. Al die schuld is op Christus gelegd. Ik ben vrij. Vrij van veroordeling, vrij van schuld, vrij van schaamte. We leven in de vrijheid van Christus. Halleluja. Elke keer als de duivel mij aanklaagt, wijs ik me gewoon naar Christus. Ik ben met Christus gestorven en ik ben opgestaan. Er is geen schuld meer, er is geen veroordeling meer. Waarom voelen we ons dan af en toe nog schuldig? Of kan dat... Nou, weet je waarom? We zitten in onze ziel. We zitten in onze ziel. Of we zitten in onze lichaam. We kijken naar onszelf, we kijken naar onze zonden. We kijken naar de dingen die nog niet ontbreken. Dus dat betekent dat je, daar word je door aan, daar kan alleen de duivel jou nog aanklagen. De duivel kan nooit in jouw relatie met God zitten. In mijn eenheid met Christus, daar kan hij nooit aankomen. Daar kan hij niet aankomen. Nu zeggen mensen wel eens, ja, ben je dan voor altijd behouden? Ja en nee. De Bijbel zegt ook dat jij wel bij Christus zelf weer besluiten kan om vandaan te gaan. Sommige mensen in de Bijbel hebben vanuit liefde voor de wereld Christus weer verlaten. Domste wat je kan doen. Echt waar. Maar de duivel wil mensen terugtrekken. Maar wat God betreft is dat verbond voor altijd. Weet je? God zal nooit je verlaten. Maar wij hebben zelf blijven een eigen keus bewaren. Wij hebben een eigen keus. Weet je? En dus waar kunnen we nou het beste mee helpen om te gaan groeien, is dat we, wat we hier gaan zeggen, van, en dat raad ik elke keer verder, van, want wie gestorven is, recht is vrij van zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven, of ook met hem leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Dus dat is onze positie. Dood voor de zonde en leven voor God. Daarom is het ook zo belangrijk om gedoopt te zijn. Als je nog niet gedoopt bent, geef je op om gedoopt te worden. Want dat is in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke, een enorme statement. Wauw, ik ben met Christus gestorven en ik ben opgestaan. Zie niet meer als leuk van, ja, dat is iets natuurlijk, moet ik wel of niet gedoopt worden, is dat allemaal. Joh, wat een krachtig getuigenis. Het is een stuk gehoorzaamheid aan de Bijbel, dat je je laat dopen, wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Dat je laat dopen en dat je dit getuigenis hebt. En het is een krachtig iets in de geestelijke wereld en in de natuurlijke wereld. Dus ga er niet licht mee om, want gehoorzaamheid aan God brengt ons verder. En dan staat er, zo dient ook u zelf, dus als dood voor de zonde te beschouwen. En dan staat er in 12, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Dus, hey, ze zeiden net van, we zijn dood voor de zonde. En hier, alsof we weer, oké, dit heeft dus te maken met jouw ziel en met jouw lichaam. Dit heeft dus, als de Bijbel zegt van, en dan zie je elke keer een heel veel stukjes zien er staan. Bijvoorbeeld in Colossenzen staat, bedenk dan de dingen die boven zijn, want je bent met Christus gestorven en geborgen in God. En dan staat er, dood dan de leden die op aarde zijn. Ik zal je wel vertellen, verandering in je leven, in de geest, vindt plaats in één keer, door het bloed van Jezus. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest. Je bent een kind van God geworden. Jouw zonden zijn vergeven. Wauw, je bent overgeplaatst in het koninkrijk van God. Maar dan volgt een proces van heiliging, waar je zelf bij betrokken bent.
waar je zelf bij betrokken bent. En dat is een keus. Dat is een keuze om je toe te wijden. En om je geest vanuit de geest te gaan leven. Wandel door de geest. En niet, voldoen niet aan de begeren, aan de verlangens van je vlees. Want elke keer zul je die verleidingen op je af zien komen. Maar wij moeten gaan leren om te wandelen door de geest. En de vrucht van de geest in ons leven te laten stromen. Dat betekent ook beslissingen nemen. Dat betekent een stuk discipline hebben in je leven. Laat je ja zijn. Dat betekent dat je, als er in jouw leven, als je last hebt van een stukje onreinheid, weet je, en gooi die computer het raam uit, man. Als je hand tot zonde verleidt, hak hem af, zegt Jezus. Ga voor zuiverheid en reinheid. Maar wat als je dan een keer de mis hebt? Nou, dan leven we uit genade. Weet je, genade is niet de vrijbrief om te zondigen, maar genade is dat wij, ondanks dat we vele fouten maken, kunnen groeien naar volmaaktheid. De Bijbel zegt, wees dan volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Volmaaktheid is zijn doel, maar genade geeft alle ruimte om te groeien. Wauw, dat is zo bijzonder, hè? We kunnen ook alleen maar groeien uit genade, nooit omdat we bang zijn van, voor. Maar toch is het zo dat de Bijbel wel zegt, dood dan de leden die op aarde zijn. Doe dan dit, weet je. Stel je lichaam ter beschikking aan God. Dus er is duidelijk een keuze die verbonden is aan onze geestelijke groei. En dat is dat we vanuit de genade van God mogen gaan leren om een heilig leven te leiden, een toegewijd leven te leiden, een leven te leiden die ter beschikking van hem. En hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? Nou, ik denk dat, ik heb gemerkt dat in ons leven is het zo belangrijk dat we een keus maken om voor God te leven. Een keus maken om echt voor God te leven. En de Heer boven alles lief te hebben, met heel ons hart. Dan komt, kunnen we door de kracht van de geest, omdat wij bezig zijn met onze relatie met God, gaan er dingen veranderen. Er komt van binnenuit. Vanuit onze relatie met God gaan wij hem leren kennen. En dan betekent het dat wij vernieuwd gaan worden door de waarheid van het woord van God. Wij gaan de gedachtes in onze zielen leven en in ons lichaam gaan wij overeenkomstig het woord van God maken. Dus ik stel de waarheid van Gods woord tegenover de leugens die op mij afkomen. En wauw, als we vol zijn van Gods geest, want hij wil ons volmaken van zijn geest, dan gaat dat leven stromen van binnenuit. En ik wil een van de laatste plaatjes ook laten zien. Even iets verder gaan, even iets verder. Kijk, het is de bedoeling dat wij dus dat hele leven van God wat we hebben, vanuit onze geest, hè, dat komt door ons gebedsleven, doordat we onze aanbidding naar hem toe en ook onze gehoorzaamheid naar hem toe. Elke keer als wij nee zeggen, stel je voor dat ik word aangevallen en ik word zeggen, om te liegen bijvoorbeeld, hè, of om oneerlijk te zijn. En ik zeg, ik sta nu voor de keuze om oneerlijk te zijn, ja of nee. En dan zeg ik, maar ik weet van binnen, Heer, ik wil het eigenlijk niet. Dus ik zeg nee tegen. En zodra ik nee zeg, dan wordt onze geest versterkt. Zodra we nee zeggen, wordt het geestelijk leven in ons versterkt. Want wij hebben gehoorzaamd aan de roep van de geest. We wandelen door de geest. En je zegt nee. Omdat je niet een verleiding is, maar omdat je het niet wil. Omdat je zegt, ik kies voor God. En op dat moment vindt gehoorzaamheid plaats. Abraham kreeg steeds meer beloftes van God vanwege zijn gehoorzaamheid. Ga uit het land. Ja, Heer, ik ga uit het land. Hupsiekee. Offer je zoon. Ja, ik ga mijn zoon offeren. En op dat moment zegt God, wauw. Jezus leefde met zijn vader. En de vader zei elke keer, dit is mijn zoon in wie ik er welbehagen heb. Weet je, hij koos elke keer weer voor God. En als wij kiezen elke keer weer voor de waarheid van Gods woord, ook al ervaar je het niet zo, ook al is het helemaal niet leuk voor je,
Sommige mensen die christen worden, die krijgen meer problemen dan voorheen. Weet je waarom? Omdat toen je God niet kende in je leven, kon je alles doen wat je wilde. Je werd er niet op aangesproken door jezelf, weet je. Je ging gewoon je eigen gang. En nu heb je God leren kennen en ineens zegt God tegen je, hey, je woont samen. Is dat de bedoeling van God? Weet je? Niemand die je veroordeelt, maar ergens van binnenuit gaat er iets in je hart zitten van, maar dit is eigenlijk niet iets wat Gods ja, ik ervaar eigenlijk niet dat dit iets is wat het leven van God in mij. En zo ga je elk gebied in je leven, gaat God langzamerhand aanraken. Want jij wilt heilig worden, je wilt God zien in je leven. En dan is het uiteindelijk zo dat God zegt, ik wil dat het helemaal gaat beïnvloeden. En ik wil ook dat het zelfs nog dat het de duisternis gaat verdringen. He, dus dat steeds meer Satan ook dat wij die stroom van leven door ons heen laten stromen naar de mensen om ons heen. Ik geloof dat jouw lichaam en jouw ziel, dat is een keuze om die toe te wijden aan God met heel je hart. Heer, ik wil dat u mij volledig verandert. En even nog ietsjes verder, een plaatje verder. Is dat de laatste dit? Oké, dan mag hij er even wat eentje terug, denk ik, dat het is. Ja. Soms kun je in je leven bepaalde gebieden, ben je best wel met heiliging bezig, maar er zijn soms in de gebieden in je leven die je vasthoudt. Of waar je een stukje bevrijding voor nodig hebt, omdat ze je er niet doorheen blijkt te komen. Dat kan zijn. Soms, sommige mensen die verbazen zich wel eens over dat bijvoorbeeld sommige leiders vallen. Bijvoorbeeld sommige leiders. Maar ik kan je wel vertellen, dat is nooit in één keer gebeurd. Dat is nooit zoiets, tot zoiets van zeggen, één keer, bijna altijd heeft het een gevolg van een opeenstapeling. Zoals bijvoorbeeld koning David, weet je, die zag uit zijn raam Bathsheba. Hey, nou, die wil ik, is een mooie vrouw, die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Die is al getrouwd, wat moet ik doen? Nou, weet je wat, ik laat die man maar. Dus dat was helemaal over nagedacht. Dat was niet zoiets van, ik val er ineens in. Nee, dat was een doelbewust proces wat eraan vooraf ging. Zo zie je ook dat je kunt in een bepaald gebied van je leven, kun je vast blijven zitten. En dan mijn advies is, gooi het in de openbaarheid. Praat er met mensen over. Laat er niet verborgen zitten. Maar ga, zorg dat mensen voor je bidden. Zodat je vrij bent in die dingen die je vasthouden. Want het is een duivel probeert altijd geniepig iets in je ziel, weet je, te doen. Het kan zijn door traumatische ervaring, kan zijn door dingetjes die gebeurd zijn in het verleden. Maar geeft niks. God is een God van vrijheid. Weet je, maar je moet het wel in openbaar brengen, want het is jouw samenwerking met God. God kan het niet alleen doen, God kan het niet forceren. Jij moet het in het licht brengen, jij moet mee bezig gaan. Want hij respecteert jouw vrije wil. Maar in het zielenleven en in je lichaam kunnen er dus dingen zijn waarin je, en dan zijn we allemaal in het groeien, we zijn allemaal aan het groeien in dit soort dingen, maar ik zou zeggen, dit is iets wat we samen met God moeten aanpakken om vrij te worden. Halleluja. Ik heb een aantal dingetjes nog niet kunnen zeggen, maar dat geeft niet, dat is maar van een andere keer. Wat ik graag nu wil doen, ik wil graag een moment van gebed hebben met elkaar. Na de samenkomst is er hiervoor ook een gelegenheid om gebed te vragen. En ook als je thuis bent en je wilt gebed hebben, is absoluut, je kunt het secretariaat bellen, je kunt een e-mailtje sturen naar gebed@debazuin.info. Je kunt mensen bellen die je kent, want God wil ons hebben helemaal. Hij wil ons veranderen totaal, van binnenuit. Weet je, en dat is zoiets moois. Het is zoiets goeds nieuws. Ik merk dat er zoveel dingen in mijn leven al veranderd zijn, doordat je bent gaan denken en gaan doen wat God zegt in zijn woord. De sleutel voor vrijheid is om te wandelen door de geest. Is om te wandelen door onze relatie met hem. En van daaruit de beslissingen te nemen over elk gebied van je leven. Wat jij gaat wat jij wil worden, wat je gaat doen, wat voor werk je hebt,
de partner die je kiest, laat alles vanuit je relatie met God plaatsvinden. Dat zal tot grote zegen zijn. Halleluja.